Ik ga het vandaag met jullie hebben over de schepping. We hebben het nu al een paar keer gehad met elkaar over de evolutietheorie. En dat er een hele hoop mensen zijn die geloven dat alles zomaar per ongeluk ontstaan is. En ik wil het met jullie vandaag over hebben of wat wij geloven, de Bijbel, of dat ook wel te bewijzen valt. Want geloven is één ding, maar kunnen we ook dingetjes aanwijzen waarvan we weten van kijk. En daarom kunnen we zien dat het echt gebeurd is. Nou, voordat ik met jullie daarover wil hebben, wil ik eerst even met jullie naar een heel mooi filmpje kijken. Heel kort, over hoe prachtig onze schepping in elkaar zit. Is dit ook echt gebeurd? Dit is echt. Zelf was ik al heel erg onder de indruk van deze film. Omdat het zo heel mooi... Ik moet eens even kijken waar mijn cursor is hoor. Omdat het wel heel mooi laat zien wat onze schepping is. Als je naar dit soort beelden kijkt, kun je je dan voorstellen dat dit soort wonderlijke dieren en wonderlijke planten... Hè, want het begon eigenlijk onder water tussen zeedieren. En dan zie je een hagedis over het water heen rennen. Zonder dat hij zinkt. Je ziet een bombardeerkevertje zie je ertussen zitten. Een kevertje die uit zijn achtereind een hele hete vloeistof van bijna 100 graden Celsius kan spuiten. Dus als er een beest komt om hem op te eten, dan spuit hij dat in het gezicht van het beest. En dan denkt dat beest al twee keer na voordat hij hem opeet. Je ziet een kolibrie, de kleinste vogeltjes die we maar kennen, maar die ongelooflijk snel met hun vleugeltjes heen en weer fladderen. En die drinken pure nectar uit de bloemen. Nou, als wij zoveel suiker zouden eten als die vogeltjes, dan zouden we binnen de kortste keren moddervet zijn. Maar die vogeltjes die hebben we nodig, omdat ze zo ontzettend hard fladderen met de vogeltjes. Kunnen jullie je voorstellen dat dat per ongeluk... ontstaan is? Nee. Zonder dat iemand daarover na heeft gedacht? Ik niet. Ik kan het niet. Ik ook niet. Jij had de eerste vraag voor vandaag. Vertel het maar. Waarom vliegende vissen? Ja? Wat wou je zeggen? Vliegende vissen. Dat zijn eigenlijk? Ja, dat zijn vissen. Jongens, die visjes die jullie zagen, dat zijn vissen die hebben heel grote vinnen. En als zij, als er op ze gejaagd wordt door... haaien of andere soort vissen, dan springen ze uit het water en dan doen ze hun vinnen een beetje wijd en dan zweven ze een poosje door de lucht. En het is wel zo gebeurd dat schipbreukelingen, mensen die met hun schip gingen zinken, die zaten op hun reddingsboot en die hadden niets meer te eten. En op dat moment
Dat was heel mooi. Er kwam zo'n hele school met vliegende vissen aan. En die kwamen iedere keer uit het water. En heel veel van die beesten die landden pronkelijk in hun boot. Dus daar hadden ze weer te eten. Maar dat zijn ook heel bijzondere beesten. Rauwe vis? Ja, maar als je heel veel honger hebt. En je moet kiezen tussen rauwe vis of niks. Dan weet ik wat ik ga kiezen. Nou, we gaan het vandaag hebben over... Kunnen jullie het een beetje zien, jongens, met het licht? De zon schijnt er wel op. We gaan het vandaag hebben over hoe we de wereld zien. En jullie hebben mijn vorige keer heb ik het gehad over het gevaar van de evolutietheorie. Weet u dat nog? Dat als we niet meer in een God geloven, die de absolute regels geeft, hè? Niet liegen, geen overspel plegen, dus als je getrouwd bent, niet met een andere vrouw of man te bed gaan. Niet liegen, dan noemen we nog eens eentje. We mogen nog meer niet. Ja? Zeg maar. Niet stelen. Niet stelen. Dat zijn, jij nog eentje? Niet spotten. Niet? Spotten. Niet spotten. Dat zijn allemaal regels. Jij weet er nog één? Niet vloeken. Niet vloeken. En nog twee, jij nog? Niet vals getuigenis. Inderdaad, dat is niet liegen eigenlijk, hè? Vals getuigenis is liegen. Dus iets zeggen wat niet waar is. Ja, wat jij? Iemand niet doodslaan, dat is ook niet netjes. Tenminste, ik vind dat niet netjes. Wie vindt dat wel netjes? Nee, hè, dat doen we niet. Nou, dat zijn regels. Dat zijn regels die de Heer God ons gegeven heeft. En heel veel van die regels vinden wij terug in onze wet, hè? Want als je in Nederland iemand doodmaakt, dan ga je de gevangenis in. In Nederland vinden we het niet goed om te liegen. En nou zijn er wel heel veel mensen die vinden een leugentje om best wel goed, maar die vindt liegen. En dat zijn regels die komen uit de Bijbel. Maar stel nou dat wij met z'n allen massaal afspreken, God bestaat niet en de Bijbel is niet waar. Wie verzint dan de regels? Ja? De duivel. De duivel, dat zou ik kunnen zeggen, maar die, dan geloven we ook niet dat die bestaat voor het gemak. Eigenlijk zeggen mensen die zeggen van nou, ik geloof absoluut in de evolutietheorie, die geloven niet iets, niet in een bovennatuurlijke wereld. Die geloven niet in geesten, die geloven niet in God of de duivel. Dus als dat allemaal niet bestaat, wie maakt dan de regels? Ja? Jijzelf. Precies. Jijzelf maakt dan de regels. En wat jij goed vindt voor jou, mag een ander, hoeft een ander niet goed te vinden. En dan eigenlijk wordt het een rondje. Want als ik zeg van nou, ik heb wat meer ruimte nodig om te wonen. Ik krijg straks mijn vierde kindje. En ik vind dat ons huis te klein wordt. Weet je wat? Ik pik het huis van een ander in. Nou, dat mag natuurlijk niet. En wat doet u dan met de bewoners van die... Die maken het dan dood. Want ik vind dat goed. Maar dat vinden jullie niet goed. Maar wie bepaalt, jongens, waar het om draait, wie bepaalt dan nog wat goed en fout is? Dat bepaalt de mens. En we weten allemaal wat er van komt als de mens gaat bepalen wat goed en fout is. Dan wordt het een chaos. Dus wij hebben iemand nodig die de absolute waarheid is. En wie is de absolute waarheid, de weg en het leven? God. Ja. En wie zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Jezus zegt dat van zichzelf, hè? Hij is de waarheid. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, dat een leven zonder God alleen maar chaos in de hand werkt. En dat is het gevaar van de evolutietheorie. Nou, als ik dit zeg, worden er een hele hoop mensen boos op mij. Want de meeste mensen die in de evolutietheorie geloven, die realiseren zich absoluut niet dat de meeste wetten die wij hanteren, de wetten van de Heer zijn. Dat realiseren ze zich niet. Maar als je er echt over na gaat denken en je gaat echt heel consequent de evolutietheorie doorvoeren in je leven, dan zou je uiteindelijk ook moeten zeggen, ik ben degene die zelf mijn regels maakt. En dat is het gevaar. En daar zagen we, vorige keer zagen we dat daar rassenhaat uit voortkwam, hè? Weet u het nog? Met Hitler hadden we het over gehad. Maar ook dat sommige mensen vinden dat andere mensen minder goed zijn. En we hadden een hele serie hadden we genoemd van waarbij mensen denken dat zij het voor het zeggen hebben. Nou, deze week wil ik met jullie gaan kijken van
Wij geloven in de Bijbel en we geloven in de Heere God als schepper. Kan dat wel? Kunnen wij daar eigenlijk wel in geloven en ons verstand blijven gebruiken? Of moeten wij ons verstand uitschakelen? Een hoop mensen zeggen ja. Als je in God gaat geloven, dan moet je je verstand op nul zetten. Want verstand en geloof gaat niet samen. Nou ga ik met jullie ik heb hem niet op de beamer staan, maar nou vraag ik aan jullie. Staat er in de Bijbel ergens een tekst waar het blijkt dat we ons verstand moeten gebruiken? Wie weet het? Ja, zeg het dan. Hoeft niet precies te wijzen, ongeveer nog ook. Kennen jullie misschien de tekst van heb de Heere uw God lief met geheel uw kwam daar het woord verstand in voor? Dus je kunt de Heere jouw God lief hebben met je verstand? Ja. Wauw, dat is mooi. En er staat ook in de Romeinenbrief een tekst dat de Heere God, wij kunnen de Heere God ontdekken door alles om ons heen. Hij is met het verstand waar te nemen, staat er. Dus wij kunnen wel degelijk ons verstand gebruiken. Maar nou hebben we wel een probleempje. Want zoals jullie dit plaatje hier zien, het eerste plaatje, dan zien we de aardbol in het midden hier. En dan kijken twee mannen, die kijken ernaar met een vergrootglas. Nu hangt het er helemaal van af, want ze zien allebei dezelfde aarde. Dezelfde dieren die erop leven, dezelfde planten, dezelfde mensen. Maar hoe kijk je naar die mensen? En als je kunt zien, de eerste, helemaal niks, dus die kijkt ernaar. En die ziet die dingen en die denkt aan allerlei menselijke theorieën. Die denkt, hey, ik zie een aarde, ik zie mensen, ik zie planten. Goh, wat voor theorie zal ik daar eens op verzinnen hoe dat nou eigenlijk ontstaan is? En dan krijg je menselijke theorieën. De andere meneer hier, die bekijkt dezelfde informatie, maar dan met in zijn achterhoofd dat God de schepper is. En dan krijg je twee verschillende manieren van kijken naar hetzelfde bewijsmateriaal. Snappen jullie dat? Ander voorbeeld. Deze mensen die kijken naar een schedel van een dinosaurier. En de eerste denkt, wauw, dat is mooi bewijs voor de evolutietheorie. En de ander denkt, wauw, dat is mooi bewijs voor de schepping. Ze kijken allebei naar hetzelfde bewijsmateriaal, maar ze zien het anders. Bij het volgende plaatje wordt het nog een stukje duidelijker. Want we gaan het vandaag over wetenschappelijke methodes hebben even. Hebben jullie wel eens gehoord van het woord hypothese? Dat is een heel ingewikkeld woord. En dat betekent eigenlijk zoiets dat je iets aan het bedenken bent. Hoe iets zou kunnen ontstaan of hoe iets zou kunnen werken. Nou, dan zagen net die twee mannen die zaten naar zo'n schedel te kijken van een dinosaurier. De een die bedenkt van, ik zie hier een schedel, die lag in de grond. Ik denk dat die wel, nou, noemen ze getal, 100 miljoen jaar oud is. Dan heeft hij een hypothese, want dat heeft hij bedacht. De ander die denkt, hey, ik zie hier een schedel, dat is van een dinosaurier. Ik geloof dat de Heer de aarde 6000 jaar geleden gemaakt heeft. Dus veel ouder dan dat is die schedel niet. Dan heb je twee verschillende ideeën over hetzelfde hetzelfde voorwerp. Dus ze observeren iets, ze zien iets en daar maken ze een idee over. En dat idee heet hypothese. Maar dat idee, die hypothese is dan nog niet bewezen. Hè? Want je kunt dan niet zeggen, ah, ik heb een leuk idee. Dat is bewijs. Dat kan niet, hè? Nee, om dat idee ga je dan op zoek naar andere dingen die je kunt zien om te kijken of jouw idee klopt. Dus wat doen ze dan? Ze gaan dan de hypothese testen. Ze gaan kijken, oké. Ik zeg, is niet ouder dan 6000 jaar, maar kan ik daar bewijs van vinden? Nou, dan ga je bijvoorbeeld kijken waar die dinosaurier geleefd heeft.
ligt er in zijn omgeving nog iets, bijvoorbeeld, noem maar wat, wat kan duiden op aanwezigheid van bijvoorbeeld mensen? Want als er mensen in de buurt zijn, dan weet je al van nou, dan hebben in ieder geval de mensen in de dinosaurus samengeleefd. En zo ga je op zoek. En dat doen ze in de evolutietheorie met hetzelfde bewijs wat ze vinden, doen ze ook. Ah, zeggen ze, het heeft 100 miljoen jaar geleden. Nou, daar gaan we dus over nadenken. Ah, we moeten kijken, we zien in de aarde zien we soms wel eens wat lagen. Een laag steen en dan een laag zand bijvoorbeeld. En dan, dat zijn verschillende lagen. Die aardlagen, ah, zeggen ze, die lagen die zijn per stuk zoveel miljoen jaar oud. Dus als die nou op de vierde laag ligt, ja, dat bewijst dan dat het zoveel miljoen jaar oud is. En zo zijn ze ideeën aan het bedenken. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, we hebben een stuk bewijs. Daar kijken we allebei naar. De een die kijkt er vanuit de Bijbel naar en de ander die bekijkt het met menselijke theorieën. En dan uiteindelijk ga je testen en als dan jouw idee niet klopt, dan moet je een nieuw idee gaan verzinnen. Als jouw idee wel klopt, dan wordt het een theorie. Dus 1 plus 1 is altijd 2. Stel nou dat het een keer voorkomt dat 1 plus 1 toch stiekem 3 is. Klopt de theorie 1 plus 1 is 2 dan nog? Ja, ja. Nee, stel dat het een keertje maar 3 wordt. Klopt dan de theorie 1 plus 1 is 2? Nee. Dus dan moeten we weer wat opnieuw gaan bedenken. Nou klopt 1 plus 1 is 2 altijd, dus dat is echt een theorie. Dat is echt een theorie, dat klopt. Maar als het maar 1 keertje niet klopt, dan moeten we opnieuw gaan bedenken wat het dan wel altijd is. Snappen jullie dat? Dat is een beetje ingewikkeld, hè? Maar 1 plus 1 is van 4 tot 6. Het is een voorbeeld. Het is een voorbeeld. Dus stel, nou gaan we nog een stap verder. Want ik heb het vorige week al over natuurwetten gehad. Jullie weten nog wat zwaartekracht was, hè? Ja. Het voordeel van zwaartekracht is altijd dat als je omhoog springt, dat je altijd weer beneden komt. Ja, je komt altijd weer beneden. Dat is een natuurwet. En een natuurwet, jongens, is bewezen. Een natuurwet geldt altijd. Dus op een gegeven moment, dan verzin je eerst een idee. Dat idee ga je proberen te bewijzen en dan wordt het een theorie. En als die theorie na heel veel jaren altijd hetzelfde blijft, bijvoorbeeld de zwaartekracht. Na heel veel jaren uitproberen hebben we altijd gemerkt dat als we van een huis af springen, dat we altijd op de grond terechtkomen, dat het zeer doet. De zwaartekracht, dat weten we. Dan gaan we zeggen, ah, dan is het nu een natuurwet. En dan komen we bij de natuurwet. Nou, en voordat iemand gaat bewijzen dat de natuurwet niet klopt, nou, dat gebeurt toch eigenlijk maar zelden. Ik heb het nog eigenlijk niet meegemaakt of nog niet gelezen dat dat bewezen is. Nou, en daar gaan we de volgende keer over hebben. Als jij die vraag wil stellen aan mij, mag je hem de volgende keer stellen. Komt hij nog een keer? Ik kom nog één keertje hierna en dan ga ik vragen beantwoorden. Dus de meest moeilijke vragen die jij en je vader en moeder kunnen bedenken, wil ik graag horen. Oh, hier hebben we de Romeinen tekst. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Dus wij kunnen God waarnemen. We kunnen God zelf niet zien, maar we kunnen wel zien wat hij heeft gemaakt. Ja. Nee hoor, ik heb hem net voorgelezen. Nou, nu gaan we eens naar het bewijsmateriaal kijken wat mensen zeggen dat gebeurd is. Deze gaan we even voorbij. Want hier hebben we de vorige keer al over gehad. Ja, die hebben we al gehad. Oké. Ja. Nu leven wij in een wereld die heel groot is. Maar buiten onze wereld is het nog veel, veel groter. Buiten onze wereld zijn planeten, sterren, zelfs andere melkwegstelsels. Weet je wat een melkwegstelsel is? Hebben jullie wel eens een plaatje gezien van de ruimte waarin het lijkt op een heel groot wiel met allerlei spiralen? Ja, dat is ons melkwegstelsel. En onze zon en onze planeet zijn maar een heel klein puntje in ons melkwegstelsel.
Dus de ruimte is zo gigantisch groot. Maar ons melkwegstelsel is niet het enige melkwegstelsel. Er zijn er vele. En dat kun je je haast niet voorstellen. Maar er zijn zoveel. Als ik me even. Help me even herinneren dat ik volgende week daar dan een plaatje van meeneem. Maar ons melkwegstelsel is een heel grote spiraal. Met allemaal sterren erin. En daar maakt onze zon ook een deel van uit. En onze aarde zit er ook in. Maar buiten dat melkwegstelsel zijn er nog heel veel andere melkwegstelsels. En nou zegt het moment dat ik ga straks laten gaan. Nou zegt de evolutietheorie. Dit was een hele harde knal. En al die melkwegstelsels, en het zijn er ontzettend veel, zijn ontstaan in één knal. Nou hebben ze gezegd, die knal, dat was eerst een heel klein puntje. En dat puntje begon heel hard rond te draaien. Zo hard, dat hij uiteindelijk uit elkaar knalde. Nou hebben wij hier op schoolplein hebben we een draaimolen. Als je daarop gaat, en je gaat heel hard, en je laat het in even los, dan val je er af. Maar, is het jullie wel eens opgevallen, dat als je deze kant opdraait, en jij houdt je zo stil, en je valt eraf, dat jij zelf door blijft draaien, een stukje, totdat je op de grond terecht komt? Is je dat wel eens opgevallen? Ja. Moet jullie morgen even uitproberen, dan zet je een van jullie erop, en dan gaan jullie en je zo hard mogelijk draaien, dan kan het dan laat je jezelf vallen. En dan ga je kijken wat er in de lijf gebeurt. Je lichaam, zoals jij draait, kijk naar mij, dan draai je zo rond. En op het moment dat je eraf valt, draait je lichaam nog een klein stukje. Nee. Dat doen we onder TSO tijd. Doen we onder TSO tijd als ik geen dienst heb. Voordat ik even een vraag beantwoord wil ik, onthoud dat, je blijft doordraaien. Weet je hoe je dat noemt? Dat noemen we behoud van impulsmoment. Als iets draait, kijk jongens, ik heb een plaatje gemaakt. Als iets draait, en uit dat draaiende vliegt iets, wat gebeurt er met dit balletje? Dat blijft ook zo draaien. En dit balletje draait ook. Ze blijven allemaal dezelfde richting opdraaien. Onthoud het even. Nou hebben de mensen bedacht dat de ruimte en de wereld ontstaan is door die oerknal. Die oerknal die begon draaiend. Dus als dat knalt, wat gebeurt er dan met alle spullen die eruit vliegen dat draait? Dat blijft draaien. Heel goed. Dat blijft draaien. Nou, we gaan verder dan dat. Dat blijft draaien. Ja? Dat betekent dus dat alles dezelfde richting op zou moeten draaien. Ja, toch? Nou, als deze theorie zou kloppen, dat zou betekenen dat alles dezelfde richting op zou moeten draaien. Dus alle planeten moeten dezelfde kant op draaien. De zon moet dezelfde kant op draaien. De melkweg zelfs zou dezelfde, alles zou dezelfde kant moeten opdraaien. Ja, toch? Dat zou eigenlijk, als die theorie zou kloppen, zou alles dezelfde kant moeten opdraaien. Nou is de Heere God zo leuk geweest om een grap te maken. Kijk, hier zie je dat hij gaat draaien. Zie je dat? Dat blijft meedraaien. Nou heeft de Heere God een grap gemaakt. Alleen al in de ruimte om ons heen. Want van de aarde weten we dat die deze kant op draait. Maar dan zouden andere planeten die kant ook op moeten draaien. Want als die theorie klopt, dan moet alles dezelfde kant draaien. Nou weten we van Venus dat hij juist de andere kant tegenovergesteld van de aarde opdraait. En van Uranus weten we zelfs dat hij helemaal op zijn kop draait. Alles draait de andere kant op. En nou zijn ze natuurlijk wel heel erg. Ja, dat is een beetje een moeilijk punt als je in de Big Bang gelooft, als je in de oerknal gelooft, dan kan dit eigenlijk niet. Eigenlijk denk ik wel eens bij mezelf, misschien heb ik, daarom zei ik, de Heer God heeft een grap gemaakt. Want door dit zo te laten gebeuren, sta je eigenlijk een beetje voor gek met allerlei andere theorieën.
De Heere God die heeft de wereld gemaakt en die draait een bepaalde richting op. Maar die zal gerust bij zichzelf gedacht hebben, ik wil het allemaal heel mooi maken. Maar die heeft niet gezegd, het moet allemaal per se dezelfde kant op draaien. Dus hij heeft Uranus heeft hij op de kop laten draaien en Venus laat die andere kant op draaien. En ik geloof dat dat een overtuigend bewijs is dat sowieso die oerknal niet kan, maar dat de Heere God zijn creativiteit erop los heeft gelaten. Nou vinden mensen dit een heel moeilijk punt, want dan zeggen ze, het is geen bewijs van schepping. Nee, maar het is wel een aanwijzing dat het niet zo gegaan is op de manier zoals wij mensen denken. Nou, dan komen we bij een volgende. Hier zien we allemaal planeten staan en de zon. Stel nou eens voor dat alles uit één knal voortkomt. Zou dan niet zo moeten wezen dat alle spullen die wij in de ruimte hebben zweven, alle planeten, alle manen, alle sterren, exact van hetzelfde materiaal gemaakt zijn? Als er iets van ijzer ontploft, en dat ijzer dat vliegt alle kanten op, verandert dat ijzer dan op een gegeven moment in hout? Het blijft ijzer. Hoe kan het dan zo wezen dat de zon bijna voor 100% bestaat uit waterstof en helium, dat zijn twee elementen. En hoe kan het dan dat de aarde en Mercurius en Venus maar voor 1% bestaat uit die stof? Het is totaal verschillend van alle andere stoffen. Alle dingen die wij kennen in de ruimte zijn gemaakt van verschillende stoffen. Als de oerknal zou kloppen, dan zou eigenlijk alles er hetzelfde uit moeten zien. En dat ziet het niet. En de planeet Aarde bestaat uit heel andere stof dan de zon, of dan de maan, of dan de andere planeten. En dat is natuurlijk wel heel gek. De samenstelling is totaal verschillend. Toen de Heere de Aarde en de hemel maakte, wat denkt u? Zou de Heere alles exact hetzelfde gemaakt hebben? Nee. Nee, want anders staan wij allemaal op hetzelfde. Iedereen is uniek, hè? Denken jullie dat dat misschien iets zegt over wie de Heere God is? Jongens, denken jullie dat het iets zegt over wie de Heere God is? Ja. Zou dat betekenen dat de Heere gewoon bijzonder creatief is? Ja. Nee, dat wel, hè? Wat zou je zeggen? Nou, mijn vader, die heeft een mobiel en dan kan hij doen dat als hij dat hij voor het raam houdt. Ja. Kan je alle sterren kijken hoe ze heten. Kan je kijken wat je weet. Mooi, hè? Dat is wel mooi. Wat wou je zeggen? Onze straat heeft een planeet. Wat zeg jij? Onze straat heeft een planeet. Oh ja. Wat? Ja, inderdaad. Mercurius zijn er nog meer daar. Pluto hebben we daar ook. Ja. Ik heb wat wou je zeggen? Ik heb een vraag. Zullen we die volgende week doen? Ja, laat hem maar even liggen dan. Oké, nou, dan gaan we eens even verder kijken. Is het jullie wel eens opgevallen dat als wij vloed... Hebben jullie wel eens van eb en vloed gehoord bij de zee? Ja. Als er vloed is, dat water nooit helemaal over alle land heen stroomt? Nee. Is het jullie wel eens opgevallen dat het eigenlijk wel hoog wordt, die vloed, maar niet zo hoog dat alle land onderstroomt? Ja. Stel je nou eens voor dat de maan, dan weet je hoe de vloed komt... Wie weet hoe de vloed ontstaat van water? Weet u dat? De maan, jongens, die heeft ook een bepaalde zwaartekracht. En dat betekent, als je zwaartekracht hebt, we weten al op de aarde, als je omhoog steekt, kom je weer beneden. Bij de maan is dat ook zo. De maan heeft alleen iets minder sterke zwaartekracht dan de aarde. Maar toch trekt de maan iets aan. Als je de maan springt, kom je ook uiteindelijk weer beneden. Het duurt even langer, maar je komt weer beneden. De maan, jongens, die trekt aan de zee. En op het moment dat de maan voorbij komt, trekt hij het water mee. Dat is vloed. Stel je nou voor dat de maan dichter bij de aarde zou staan. Wat zou er dan met de vloed gebeuren? Wordt die dan hoger of lager? Als de maan dichterbij zou staan. Hoger, want dan trekt hij harder. En het is mij nog nooit opgevallen, ik weet, misschien hebben jullie het wel eens gezien, maar Europa is nog nooit helemaal onder water gekomen staan twee keer op een dag toen het vloed werd.
Nee. Als de maan dichterbij zou staan, zouden wij geen goed leven hebben op grote delen van de wereld. De zon, jongens. De afstand tot de zon. De zon staat op een afstand van de aarde die precies goed is. Weet u dat op sommige delen van de aarde is het heel erg koud. Op andere delen van de aarde is het heel erg koud. Als de zon dichterbij zou staan, dan zou het water verdampen. Als de zon verder weg zou staan, zou het water bevriezen. De zon staat exact, precies genoeg, ver genoeg van de aarde af. De zon staat ongeveer op 149,6 miljoen kilometer afstand van de aarde. En dat lijkt heel ver, maar dat is betrekkelijk dichtbij. Maar als het nog dichterbij was dan dat, dan zou een leven op aarde zoals wij nu kennen niet mogelijk zijn. Nou, wat hebben we nog meer? De aarde roteert. Hebben jullie er wel eens van gehoord dat de aarde draait? Ja. Stel je nou eens voor dat de aarde niet zou draaien, jongens. Wat zou er dan gebeuren? Dat is een hele Het duurt inderdaad ongeveer een jaar voordat het helemaal goed gaat. Het duurt ongeveer een jaar voordat de aarde helemaal rondom de zon is gedraaid. Want de aarde draait om de zon heen, dat duurt een jaar. En in dat jaar hebben wij inderdaad 16 seizoenen. Vier seizoenen. Ja, wel opletten wat ik maar zeg. Hè. Vier seizoenen. Dan hebben we de lente, de zomer, de herfst en de winter. En de aarde draait zelf ook nog om zijn as. Wie weet hoe lang dat duurt? Eens even kijken op de vingers van iemand die nog niet... Jij, vertel het. Hoe lang duurt dat? Oh, dat weet ik niet. Oké. Okay. Wie weet het? Een dag. Een dag. En hoeveel is een dag, jongens? Hoeveel uur? 24. Hartstikke goed. Stel je nou eens voor dat de aarde niet zou ronddraaien 24 uur. Dat het geen dag en nacht zou worden. Dan hadden we net al antwoord. Dan zou het aan één kant van de aarde heel erg warm worden. En aan de andere kant heel erg koud. Zou dat prettig leven zijn? Nee. Maar, nou nog iets jongens. De planten en dieren hebben het ook nodig om nacht te hebben. Als het altijd dag zou zijn, dan zouden planten een probleem hebben. Planten hebben de nacht nodig. En de mens ook, want wij hebben ook rust nodig. Dus het is heel mooi geregeld. De aarde draait precies in 24 uur rond. Dat is precies genoeg om de aarde, om de kant van waar de nacht is, om genoeg af te laten koelen. Genoeg om de rust te geven die de aarde nodig heeft op die plek. En de aarde draait ongeveer 365 dagen lang om de zon. Dat is ook precies genoeg om vier seizoenen te hebben. Zodat we niet, want als we continu zomer zouden hebben, in zoals wij nu, zoals de aarde er nu voor staat, dat zou niet zo goed wezen voor de meeste planten. In de tijd, jongens, in de tijd van Adam en Eva, die is het gemaakt. Het was trouwens wel anders. Het was wel anders. Het was niet te veel warmer. Ja, nu iets wat heel ingewikkeld is. Ik hou van ingewikkelde dingen. Deze meneer, Robert Gentry, heeft heel lang geleden heeft hij onderzoek gedaan naar rotsen. En in het bijzonder graniet. Hebben jullie wel eens van graniet gehoord? Ja. Het is heel hard steen. Graniet, dat herken je vaak bijvoorbeeld aan dat het een beetje grijs ziet. En er zit wel eens van die witte stenieten doorheen van steen. Misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Deze meneer heeft iets heel bijzonders ontdekt. Want graniet is heel hard. En zeggen de mensen in de evolutietheorie geloven, ja, de aarde was vroeger één grote gesmolten massa. Al het steen en alles wat op de aarde was gesmolten.
En dat ging heel langzaam afkoelen. Zo, het was eerst heel heet. En dat ging heel langzaam afkoelen. En toen werd het steen gevormd. Ja? Nou, oké. Okay. Dat is een leuke gedachte. Wij geloven echter dat de Heere God heeft gezegd dat de aarde er moet zijn. Dus dat betekent niet dat het heel veel miljoenen jaren daar heeft rondgehangen, de aarde. Maar dat alles wat de Heere God zei, gebeurde. Weten we dat nog? De Heere zei en het gebeurde. En deze meneer die dacht bij zichzelf, maar daar moet het toch een beetje daar moet toch bewijs van te vinden zijn. En die meneer die is in de rotsen gaan zoeken. En deze meneer die dacht bij zichzelf, van ik ga die stenen zonder een microscoop kijken. En weet u wat hij daar vond? Hele kleine belletjes. Hebben jullie wel zo'n radioactiviteit gehoord? Ja. Ja, hebben jullie wel zo'n kerncentrales gehoord? Ja. Ja. Nou, radioactiviteit is iets wat meestal niet zo goed is voor je. En radioactiviteit, hij was daarna een onderzoeker, heeft ook wel de eigenschap dat het heel snel verandert in een ander stofje. En wat ontdekte deze meneer nou in zijn... Deze meneer ontdekte in zijn stenen hele kleine deeltjes radioactiviteit. En nou is dat op zich niet zo bijzonder, want dat wordt wel eens vaker gevonden in stenen. Maar deze radioactieve deeltjes, die waren eigenlijk opgesloten. En nou wordt het ingewikkeld. Want deze radioactieve deeltjes noemde hij polonium. En polonium is een stofje die heel snel in een ander stofje verandert. Dus je zou het moeten zien, er is een belletje, en dat belletje knapt heel snel uit elkaar en verandert in een ander stofje. Dat klopt. Maar hij vond die belletjes terug in de stenen, terwijl ze nog niet veranderd waren. Stel je nou eens voor dat een gesmolten steen deze stofjes heeft. En die stofjes veranderen met een paar minuten in een ander stofje. Zou je dan na verloop van tijd, als dat gesmolten steen weer hard geworden is, die stofjes nog terug kunnen vinden? Of zouden ze dan allemaal al veranderd zijn? Dan zouden ze al veranderd zijn. En deze meneer vindt die stofjes terug in de stenen. Ik ga een proefje laten zien. Ik heb hier een bruistablet. En dat wordt gebruikt om gewichtjes mee te rijden. Wie van jullie heeft een kunst gevind? Mijn oma. Mijn oma. Ik was hier. En als je dan wel eens op het nachtkastje kijkt, of in de badkamer, dan zie je natuurlijk wel dat er wat gewichtje in zo'n glas. En dan gooien ze er zo'n tablet bij. Een bruistablet. Want dan bruist al de viezigheid uit het gewichtje. Maar nu ga ik het bruistablet voor iets anders gebruiken. Wat gebeurt er? Hij gaat bruisen. Deze belletjes. Wat zou ik nu moeten doen, jongens, om die belletjes gevangen te nemen? Ja, zeg je maar. Moet je iets erbij doen? Nee, want belletjes blijven ontsnappen aan de bovenkant. Zie je dat? Dus wat zouden we moeten doen om ervoor te zorgen dat deze belletjes niet ontsnappen? En het deksel werkt ook niet, want ze blijven bruisen en uiteindelijk gaat het hier allemaal boven zitten. Uiteindelijk zie je geen belletjes meer in het water. Dus wat zou er moeten gebeuren om die belletjes te blijven zien zoals ze zo in het water zitten? Dus het is heel ingewikkeld, hè? Ja? Er moet iets gebeuren met het water. Maar wat zou er plotseling moeten gebeuren met het water om die belletjes te blijven zien? Ja? Of nee? Ja? Heel goed. Maar stel je ernaast voor als ik dit water nu in de vrieskast zet en ik laat het heel langzaam bevriezen. Zou dan, als ik heel langzaam laat bevriezen, de belletjes er nog in zitten voordat het helemaal bevroren is? Dus hoe snel moet het bevriezen? Om die belletjes zoals je het nu ziet, om die allemaal te zien. Hoe snel moet het bevriezen? 2 seconden. Heel snel. Het moet heel snel bevriezen, anders zien we het wel. Anders zijn de belletjes al weg, hè?
Ja, toch? Op het glas moet je even voorzitten. Ja, maar we gaan even zo vaak en snel kiezen. Dus als dit in één klap, heel snel, pas bevriest en we snijden het ijsblokje door, dan zien we de belletjes zitten. Nou, nu heeft deze meneer, die heeft hetzelfde gedaan met dat graniet. Die heeft hij door de midden gesneden. En wat trof hij daaraan? Hele kleine belletjes. En die belletjes, die zouden eigenlijk heel snel verdwijnen uit het steen als de steen gesmolten is. Dus wat moet er gebeurd zijn met dat steen als het gesmolten zou zijn om die belletjes erin te bewaren? Dat moet heel snel hard worden, hè, die steen. Als het, inderdaad, als het steen miljoenen jaren erover heeft gedaan om hard te worden, waren die belletjes al lang weg. En deze meneer die treft deze belletjes in heel veel van die stenen aan. Dus dat betekent dat het steen heel snel gevormd moet zijn. Heel snel moet het steen gemaakt zijn, dan waren de stenen belletjes weg. En wie, jongens, wie is in staat om zulke enorme grote rotsblokken heel snel te maken? De Heere God. Nou, dit, je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk wel een probleem is voor mensen die geloven dat het miljoen jaren heeft geduurd. Ja. Dus dat is ook gelijk de reden waarom deze manier niet serieus wordt genomen door heel veel mensen. Want zeggen ze, het kan niet. Wat jij hebt onderzocht, dat kan niet. Want dat klopt niet met onze theorie. Nee, zegt meneer Gentry, maar het klopt wel met onze theorie dat de Heere God de aarde plotseling in een oogwenk heeft gemaakt. Nou, wat hebben we nog meer, jongens? De dieren. Heb ik voor een keer wat over verteld? Ja. Dat ze naar hun aard zijn gemaakt, gaan we die even voorbij. Dieren. Ja. Kijk jongens, hier zien jullie verschillende soorten koeien. De evolutietheorie gelooft dat er eerst een bacterie was en die bacterie begon te groeien en dat werd een visje en dat visje werd uiteindelijk mens. Ja? Maar wat hebben ze nu ontdekt? En dit is met een voorbeeld met koeien. Als je koeien, jongens, even de aandacht. Koeien, dit zijn Europese koerassen. Als ze deze en deze en deze allemaal met elkaar jonkies laten maken. Allemaal. Ja. Dan krijgen ze uiteindelijk een ander soort koe. En dat noemen ze een hekrund. Dat is een experiment geweest. En dan denken jullie, was deze koe, was die minder sterk dan deze koeien? Of was deze koe sterker, denk ik? Sterker. Maar jongens, als de evolutietheorie klopt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat als je teruggaat in de tijd, de dieren minder sterk zouden zijn. Want dat geloven ze. Een visje is namelijk minder sterk dan een mens. Een klein visje dan. We gaan niet over grote vissen nadenken. Maar door dit soort experimenten komen ze erachter als wij teruggaan in de tijd. Want nog verder terug in de tijd hadden we een oeros, noemden ze dat, een oerkoe. En die was heel erg sterk. Maar dat kan eigenlijk niet. Dieren van heel lang geleden, van hetzelfde soort, kunnen eigenlijk niet sterker zijn. Volgens de evolutietheorie. En toch zijn ze het. En ik geloof dat de Heere God de aarde heeft gemaakt. En de dieren heeft gemaakt naar hun aard. En dat ze heel erg sterk waren. En dat uit die verschillende dieren wel andere soorten voorkwamen, andere variaties voorkwamen. Maar dat we wel binnen het soort bleven. En naarmate, jongens, naarmate de nieuwe dieren ontstaan, worden die dieren vaak ook een stuk slapper. Kijk maar eens naar een cheetah. Die kan ontzettend hard rennen, hè? Ja. Die kan verschrikkelijk hard rennen. Maar is de cheetah sterker dan een leeuw? Nee. Is een cheetah sterker dan een tijger? Nee.
En dan zeggen ze, ja, de cheetah, jongens. Dan zeggen ze, de cheetah die is geëvolueerd. Die is beter geworden. Maar de cheetah heeft er wel een groot probleem bij. Want de cheetah is dan wel heel snel en kan een gazelle vangen. Maar op het moment dat hij een gazelle gevangen heeft, moet hij een half uur uitpuffen voordat hij weer eens een keer op adem is. Hij is er niet sterker op geworden in die zin. Nou. Oh, dat slaat je van die rotte. Wow! Die heeft echt een rotte. Ja, hier zien jullie het ook, jongens. Oh, kijk, deze gaan we even bekijken. Hebben jullie wel eens gehoord van je van cellen? Ja, nee. Je lichaamscellen. Je lichaamscel, we hebben het er 2 weken geleden over gehad, is heel erg ingewikkeld. Weet je het nog? Heb ik dat verteld tegen jullie? Ja. Maar in je lichaamscel, jongens, zit DNA. En DNA, jongens, DNA heeft alle informatie die jij nodig hebt om te leven en te groeien. En jongens, informatie, als jullie een leeg schriftje hebben, en je legt dat schriftje op de grond, komt daar zonder dat iemand wat doet zomaar informatie in te staan? Nee. Moet iemand dat inschrijven? Ja. Hoe lang ga je wachten? Nou, ik kan je wel zeggen, dat gaat niet lukken. Ook niet, in een groep jaar. Maar toch jongens, de informatie die in een cel zit, is zo gigantisch veel. En nu hebben we weer een wet. De wereld bestaat uit heel veel wetten. En die wet zegt, intelligente systemen, dus een computer bijvoorbeeld, ontstaan nooit uit zichzelf zonder intelligentie. Dus een computerprogramma zoals Windows, of ik draai hier op een Mac, is dat per ongeluk uit zichzelf ontstaan? Nee, dat is door een intelligent iemand gemaakt. Ook weer een bewijs dat intelligentie komt alleen maar voort uit intelligentie. Dus er moet wel iemand zijn die heel erg intelligent geweest is om dit te maken. Want als we gaan kijken, hij doet het bijna. Ja. Een cel, een lichaamscel, jongens, bestaat uit miljarden onderdelen. Een lichaamscel bestaat uit miljarden onderdelen. Hoeveel is een miljard? Hoeveel nullen heeft er 1 miljard? Ik denk niet zo'n 6, 7, 8, 24. Bijna? 9000. 9. 9 nullen. Dat is 1 met 9 nullen. En een lichaamscel bestaat uit miljarden onderdelen. En een Boeing 747, zoals jullie hier zien, dat is een heel ingewikkeld apparaat. Ik denk niet dat ik het snap als ik de bouwtekeningen zie. Jullie wel? Ja, jij wel, hè? Ja, jij bent een heel intelligente man. Maar een Boeing bestaat uit 6 miljoen onderdelen. Dat is veel minder dan één lichaamscelletje. Eén lichaamscel in jouw lijf heeft meer onderdelen dan een Boeing 747. Eén lichaamscel, wie weet wat 2 mm is? Wie weet wat 1 centimeter is? Is dat ongeveer zo? Dat is ongeveer zo, hè? Als je een centimeter door de helft moet, dan is dat zo. Dan heb je een halve centimeter is 5 millimeter. En dat ook nog eens een keer door 2, hè? Dan heb je 2,5 millimeter. Nou, dan iets meer nog. Dus het is zoveel. Als wij een stukje DNA zouden kunnen pakken uit ons lijf. En je zou een stukje van 2 mm lang pakken. Weet je hoeveel informatie daarin zit? Hoeveel boeken volgeschreven? Er zijn 500 stapels boeken met informatie. 500 stapels boeken met informatie die tot aan de maan. Dus je hebt 1 stapel met boeken volgeschreven met informatie. Nog een stapel. 500 stapels die tot aan de maan reiken. Helemaal volgeschreven met informatie, dat zit in 2 mm van jouw DNA. Of 1 stapel van ongeveer 1600 kilometer cd's. Wow.
Hoeveel gaat er op een cd? Weet u dat? 700 MB. Ja. Oh, dat weet u misschien niet. Maar dan 1600 kilometer, een stapel van 1600 kilometer cd's. Nou, ik bestel zelfs op internet een zo'n stapel cd's. Maar dan 1600 kilometer lang, helemaal volgeschreven met informatie. Zit in 2 mm van jou DNA. Nee, dat zou je inderdaad zeggen, dat zou niet kunnen. En toch is het zo. En toch is het zo. Nou. Kijken. Dit is de laatste die ik doe met jullie. De Bijbel zegt dat de aarde ongeveer 6000 jaar geleden gemaakt is. Als je het na gaat weten, staat in de Bijbel staan leeftijden van mensen. Als je het ongeveer gaat natellen, ik heb het nog nooit zelf gedaan, maar er zijn mensen die voor ons hebben dat gedaan, dan kom je ongeveer op 6000 jaar. Het kan iets langer wezen, maar ongeveer. Hebben jullie wel eens gehoord van een ontploffende ster? Ja. Dat noemen ze een nova. Wat is dat? Een ster die ontploft. Dat noemen ze een nova. En als het een grote ster is, noemen ze het supernova. Nu hebben ze gezegd dat er ongeveer, jongens, 1 ster in de 25 jaar ontploft. 1 ster in 25 jaar ontploft. Dus dan moet je 4 sterren in 4 sterren in 100 jaar. Heel goed, nou ga je rekenen. Dat doe je goed. Want nu hebben ze gekeken naar ons melkwegstelsel en naar een ander melkwegstelsel dat heel erg op de onze lijkt. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat er maar 200 sterren waren waarvan ze konden zien dat ze ontploft waren. Er waren maar 200. En ze zegt, als een ster ontploft, dan blijf je dat miljoenen jaren zien, zeggen ze. Hoe zie je dat? Maar ze zien maar 200 ontplofte sterren door telescopen. Nou, was jij net aan het rekenen? 4 in een eeuw. Als 1 ster in 25 jaar ontploft, hoeveel zouden er dan, als er maar 200 sterren zien die ontploft zijn, hoeveel jaar zou dat zijn? Dan mag je niet naar de slide kijken. 8 slide. 6. Als ze al die sterren bij elkaar optellen en ze weten ongeveer zeker dat het 1 keer in de 25 jaar voorkomt, dan komen ze met grote moeite op maximaal 6000 jaar dat de wereld, dat de ruimte bestaat. Is dat waar? Zeg waar. Als ze het optellen, komen ze er maar uit dat de ruimte eigenlijk niet langer dan 6000 jaar kan bestaan. Dat is eigenlijk wel heel interessant. Want wat zegt de Bijbel, als je al die mensen en al die geboortes van die mensen optelt, dat de aarde niet veel ouder is dan 6000 jaar. En als we in de ruimte kijken, komen we erachter dat het niet veel ouder is dan 6000 jaar. Dat is ook echt zo. En dat is wel heel leuk. Maar ja, dat hoor je natuurlijk niet straks als jij naar de hogere school gaat. Weet ik wel waar je heen gaat. Dan gaan ze je niet vertellen dat dat zo is. Want, zeggen heel veel mensen die niet in de Heer God willen geloven, het zal wel een rekenfout zijn. Of het zal wel niet helemaal kloppen. Ik heb al heel veel excuses voor dit onderzoek dat ik gelezen op het internet. Sommigen zeggen, ja, we kunnen niet alle sterren zien. Nee, dat is waar. Maar er zijn wel sterrenstelsels die zijn heel helder. En daar kunnen we heel wat doorheen kijken. Dus die konden ze echt tellen. Nou, de laatste vraag. Want dan ga ik erover van. Ja, kijk. Je had ook een ster ontdekt. En toen is hij naar haar vernoemd. Ja, en toen is hij naar haar vernoemd, hè? Ja. Hoe heet die ster? Ja, ik weet niet hoe die heet, ik heb het inderdaad gehoord. Het was nog niet zo'n oud meisje. 9 jaar volgens mij. Dat is nog niet zo lang geleden. 9 jaar. Dan ben ik het! Jongens, de volgende keer kom ik voor het laatst. Luister. De volgende keer kom ik voor de laatste keer hier nog een keer binnen. Maar dan ga ik alleen maar vragen en jullie vragen beantwoorden. Ik heb nog niet zo heel erg veel vragen gekregen. Dus als jullie vragen hebben voor mij, dan hoor ik het heel graag. Ik zal het even opschrijven waar jullie ook nog... Wie van jullie mag e-mailen? Ik heb e-mail. Ik mag niet zakken van uw adres. Die schrijf ik even op. Van de... Slaap niet.